Ik sta onder een fantastisch zonnetje hier op de markt in Den Bosch voor de finale van Bosch Diner 2012. Veel standjes, veel teams die meedoen dit jaar. De finale wordt gestreden. We gaan straks kijken, proeven hoe er wordt gekookt, hoe gezellig en hoe spannend het gaat worden. Mevrouw, ik wil u niet al te veel storen, want ik begrijp dat u druk bezig bent met de laatste ronde. Ja. Nou, hier wordt flink gehakt, maar uw collega, die snijdt de piepertjes op zijn dode gemakje. Ja, ik ben er wel een ervaren, denk ik. Hè? En hij moet natuurlijk wel meedoen. Of meneer, bent u een doodkal? Heeft u geen last van de spanning? Welke spanning? Heeft u goede verwachtingen? Ja. Ja, ik denk dat wij gaan winnen. Wat staat er op het menu? Een voor- en nagerecht. Maar we gaan niet alles verklappen, want dat is nog te... Dat is topgeheim. Ja. Topgeheim. Nou, veel succes. Ja, dank u wel. We hebben een menukaart en dan kunt u even kijken wat we er aan het doen zijn. We zullen een glimpje oppakken. De hoofdgerechten hebben we al gemaakt. Daar hebben we een goed cijfer voor gekregen, 8,4. En we hopen vandaag ook heel goed te scoren. Nou, ik wens u alle succes. Ik dank u wel. Geniet ervan. Jos! Daar komt hij dan. Het leven is maar één asperge lang, hè? Nee, het is een schitterende meidag vandaag. En u denkt, ik speel even in op het seizoen. Ja, uitstekend. Ja, absoluut. En er komen ook aardbeien bij. Dat kun je natuurlijk donder op zeggen. Dat kan niet anders. En wat wordt het uiteindelijk? Nou, dat staat daar op een bordje. En dat moet je even nalezen, want we doen allemaal maar een stukje. En dan wordt het bij elkaar dadelijk gecomponeerd, als het ware. En dan moet het een compleet plaatje worden. Op de ezel staat precies geschreven wat het wordt. Het teamwork, het tempo zit er goed in. Gaat het allemaal nog goed of wordt de spanning een beetje te veel? Nou, we hebben zelfs een vrouw ingehuurd om het mannenteam te versterken, want het is een hoop werk. De vrouw blijkt onmisbaar. Absoluut, dat zou mij niet worden. Rust in de keuken. Rust in de keuken. Ik sta hier met Maaike van de organisatie. Maaike, kun je misschien een reactie geven op deze prachtige dag? Nou, we zijn natuurlijk heel blij met het mooie weer. Want bij het Bosch Diner veel mensen op de terrasjes achter mij. Bezoekers aan de smaakmarkt. En de voorspellingen waren wat minder. Maar het valt reuze mee allemaal. Mensen genieten? Mensen genieten volop, ja. Ik zie bij de teams, de laatste teams zijn nu aan het koken. Er staan gewoon... rijden ik mensen te wachten op de hapjes en de vouchers zijn allemaal uitverkocht. Het is zo'n schitterend, mooi weer. En u dacht ik gebruik de zon even als keukengereedschap. Nou, om te drogen, als je kroepoek bakt moet je eerst van tevoren in zon drogen. En dit is het recept van Judith. En ik ga het zo dadelijk frituren. Maar de zon is de beste manier om te drogen. En dan mooi op een doekie, dus niet op een plank. Dus de zon doet het heel goed vandaag. Gaat het goed komen? Fantastisch, ja. Moet je straks maar meeproeven. Moet je wel wat kopen ook. Hoor ik vandaag vaker. Nou, ik probeer zeker wat mee te pikken. Dus we hebben meer dan genoeg. Dus we mogen ook wel een misbaksel maken. Maar dat gaat heel snel. Ik ben gewend kroephoek te bakken. Dus, maar het is het recept van... Het is van Judith. De credits gaan naar Judith. Ja, dat is echt van Judith. Judith heeft het bedacht. Vanwege de kleur. Ja? Hartstikke leuk. Oké, gaan we weer verder. Ze zijn kopen. Het is allemaal. Waarom is dit jaar nou zo succesformule? Nou, het zijn natuurlijk 10 teams uit 10 Bosse wijken, dus die nemen allemaal hun eigen achterban mee. Dat merk je ook. En daarnaast hebben we ook een hele bijzondere smaakmarkt met allerlei producten uit heel Nederland, lekkernijen. Echt bijzonderheden die ook nu bij elkaar staan. En dat zie je gewoon dat daar mensen op afkomen. Woordvoerder. Goeiedag. Je vertegenwoordigt ook een kookteam. Nou ja, ik ben lid van Kookteam Zuid. En nogal. Het ziet er een beetje uit alsof jullie niet meer in de race zitten. Nou, niet meer in de race. We zijn klaar. Dus,
We zijn zeer voldaan, dus we kunnen ondertussen lekker een biertje drinken. Want we zijn zeer tevreden over de prestatie die we hebben geleverd. Ja, het is echt werkelijk fantastisch weer. De situatie is helemaal na. De situatie is erna, maar wat ik al zei, we hebben gekookt. We waren hier om 11 uur vanmorgen. Best af en toe stressvol. Je maakt toch gerecht. Iedereen kan best redelijk koken, maar je moet ineens voor 100 mensen iets gaan maken. En met name de tijdsdruk en ja, het is best spannend. Wat maakt Team Zuid nou reden dat ze kunnen winnen? We hadden bordjes beschilderd door het Bossenbroek Zuid. We hebben een enorme eigen interpretatie gegeven aan het verhaal. Ik heb rondleiding gegeven vanuit het woonhuis van Jeroen Bos op de dag dat hij dit schilderij is gaan schilderen, Johannes de Doper. Dat hij rechtsaf is gegaan en wat hij allemaal tegen is gekomen. Ik heb het schilderij erbij gehad. Alles is teruggekomen in het schilderij. Op één bordje. En je kunt het ook proeven, moet ik zeggen. En met name het nagerecht was in dezelfde kleuren als de kleuren van het schilderij. Dus eigenlijk het palet wat hij heeft gebruikt bij het schilderen van Johannes de Doop. En ik moet zeggen, wij zijn wel veruit het gezelligste team. Misschien niet het beste, maar wel het leukste en het gezelligste. Dat dachten wij al. Nou, geniet er verder. Dankjewel. Jullie ook.